Welkom! Dat is mijn nieuwe video van Vragen maar Raak Show aflevering blablabla. En dan zie ik je volgende terug. Oh nee, we zijn al niet af. Hoe moet ik nog beginnen? We zijn nu al klaar. Bedankt. Bedankt, kijk. Nee. Veel plezier. Dennis Broeken van Edzwerpaar vraagt, daar weer zo, hoe voelt het om je piemel te laten zien bij Barnetown? Nog steeds die video, nog steeds die ene video van Harlem Shake. 4 seconden fame eindelijk op YouTube bereikt. Maar je zag zijn piemel niet. Nee, je zag mijn piemel niet. Ik had expres een censuurbalkje en heel veel mensen dachten in de televisie dat je weer Kaatien zag, maar dat was helemaal niet zo. Het was gewoon echt helemaal doordacht Harlem Shake. Wat ze jullie willen hem gewoon zien. Dat dus bij deze was niks te zien. En ja, het was gedurfd misschien en we spraken over op Barjita van moeten we het niet censureren, moeten we video niet weghalen, want misschien krijgen we een gezeik met een claim of zo, maar nee, het is gewoon netjes, gewoon een balkje ervoor. En er valt ook weinig te zien, zeg maar, dus... Nou, balkje was niet nodig geweest. Gerard 586, hij vraagt... Ja, Gerard. Hij vraagt, eten jullie veel popcorn bij films? Nee. Nooit eigenlijk. Nee. Ik vind, weet je wat zo klote is? Dat die vliesjes, die blijven in je keel hangen. Ja, in je keel. Dus en dat laatste stukje, daar krijg je die maïskorrels zelf, die harder. Die moet je harder, kunstgebied. Je zit gewoon de helft van de film, zie je er maar... Je zit uit je tanden te halen aan je stoel af te wegelen, dat doe ik altijd. Rabbi, nee. Gavondorf. Nee. YouTube Lovetje, is die er wel? Oh, jongens, dit zijn allemaal antwoorden op andere tweets. Oh. Tim58 vraagt aan ons, hebben jullie wel als mens erger je niet gespeeld en ergerde je er ook aan? Ik won altijd. Ik was er gewoon goed in. Ik heb dat al heel lang niet meer gedaan. Nee? Echt al heel lang. Het is echt verschrikkelijk. Super irritant. Echt een kutspel. Oh sorry, het is echt een minder leuk spel. Vreselijk. Oh. Echt, het is echt kut. Oh. Vond het altijd leuk. Ben je bijna bij het einde, word je weer teruggejaagd. Ja, dat is het ergste. Dat is echt dat diegene, je tegenstander die jou het meest haat, die heeft dan net die pion op, die heeft zoveel gegooid dat hij net weer op jouw plek komt en helemaal opnieuw moet beginnen. Het is wel zo goed doordacht. Echt moet het een keer spelen eigenlijk. Eigenlijk wel. Van die oude oldschool games eigenlijk. Een soort van gameplay, maar dan met een bord spelen. Ja. Dus niet met dat jullie gewoon naar een schermpje kijken, maar gewoon lekker oldschool met de hand iets doen. Gewoon een nieuwe generatie van gamekanalen. Oh, met het Rummikub heb je dat ook, ja. Klopt. Misschien is er iets op internet van. Gameboys YOLO, hij vraagt, wat is jullie favoriete Marvel film? Dat vind ik een leuke. Die is wel heel gemeen, ja. Ja, je zou toch zeggen, de Avengers natuurlijk, hè? Dat is het eerste dat opkomt. Voor mij moet nog komen. In mei komt die hopelijk. Welke? X-Men from Days of Future Past. Dat moet jouw favoriet zijn. Dat moet gewoon... Waarom? Heb je geen andere? Je hebt Thor, Captain... Dat zit op de titel. Hè? Ja. Dagen van de Stilmsnaal voorbij. En jij, wat zien jullie hier? Ik denk dat ik wel voor de Avengers ga. Oké. Toch wel. Bedankt!